Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe 2D, 3D MVI-les. We gaan vandaag verder met ons bordspel. We hebben inmiddels ons bord gemaakt en we hebben onze speelkaarten gemaakt. Bewaar alles nog goed, want aan het eind heb je dit allemaal weer nodig en deze gaan we ook nog plastificeren. Wat heb je vandaag bij deze les nodig? A4-papier, een stukje karton, een schaar, lijm en stiften of kleurpotlood. Wat gaan we vandaag maken? We gaan vandaag onze pionnen voor op het spel maken. Allereerst ga je van het karton rondjes knippen. Ik heb hier al wat rondjes geknipt en ik ga weer verder. Vervolgens heb je je A4-papier. Deze ga je over de lengte vouwen. Zodat hij er ongeveer zo uit komt te zien. Vervolgens ga je minimaal 4 karakters tekenen. Ik heb voor spookjes gekozen. Alle 4 heb ik ze er anders uit laten zien. En ook heb ik ze alle 4 een andere kleur gegeven. Doordat je dit doet, kunnen de spelers goed hun eigen pion herkennen. Als je dat hebt gedaan, ga je weer een stapje verder. Je gaat namelijk met je potlood om je poppetje heen tekenen. En dat doe je precies tot bovenaan de rand. En je zorgt dat je onderaan wat vouwtekens houdt. Vergeet niet een vouw, dadelijk een vouw- en plakrand te maken. Heb je dat gedaan? Knip je netjes je pion uit. Zorg dat de bovenkant aan elkaar blijft zitten. Nu ik mijn poppetje heb uitgeknipt, kan ik je laten zien waarom het belangrijk is dat de bovenkant vast blijft zitten. Want je gaat de vouwlijnen omvouwen en dan bij de ene kant doe je ze de ene kant om, de andere kant doe je ze de andere kant op. Vervolgens ga je hem op je kartonnetje plakken. Je doet hem iets uit elkaar, zodat er een beetje een driehoekje ontstaat en zo plak je hem netjes vast. Kijk aan, een superleuk pionnetje. Maak minimaal 4 pionnetjes en maak daar een foto van. Stuur deze in via Classroom en ik ben heel benieuwd naar jullie vormpjes. Natuurlijk hoef je het niet zo te maken zoals ik wil. Je kunt ook heel creatief zijn en iets anders proberen. Misschien heb jij wel klei liggen en wil je zelf hele leuke poppetjes gaan kleien. Dat mag! Wees zo creatief en zo origineel mogelijk. En zorg dat je iets maakt dat bij jouw spel past. Heel veel succes, ik weet dat jullie het kunnen. En vergeet vooral niet, confetti!